Tot wel 20 miljoen liter afvalwater per uur wordt er gezuiverd op deze rioolwaterzuivering. Het wordt via deze hoofdleiding, de AWP, getransporteerd, zodat het op deze zuivering kan aankomen. Denk bij afvalwater aan water van het douchen en het bad, maar ook van het toilet, handen wassen, de afwas en de wasmachine. En ook het afvalwater van 25.000 bedrijven. Ik kan je voorstellen, met die enorme hoeveelheden water die we hier te verwerken krijgen, dat we moeten zorgen dat alles goed blijft functioneren, alles goed voldoet. En daarom zorgen wij dat alle apparatuur in topconditie is. Grote industriële pompen vormen als het ware het hart van het afvalwatertransportnetwerk. Ze zorgen voor de druk in de leiding, zodat het kan blijven stromen. Op meerdere plekken staan die pompen, zoals in Roosendaal, Bergen-op-Zoom en in Bad. De bestaande pompen dateren nog uit de tijd dat de afvalwaterpersleiding is aangelegd. Dat was begin jaren 70. En nu is het tijd om ze te vervangen. Het zijn grote installaties. Een flinke operatie dus. De pompen zoals we die vervangen bij het project AWP bestaan uit verschillende onderdelen. De elektromotor, de rotorgroep en het pomphuis waar fysiek het water doorheen gaat. Alle pompen op 1A zijn vernieuwd. Dat leverde soms prachtige beelden op, zoals de levering van de nieuwe pomp op locatie Bergen-op-Zoom in de sneeuw. Nu wordt de laatste pomp vervangen. Na zo'n 50 jaar dienst wordt de pomp definitief uitgezet. Ik ga de pomp 2, de laatste oude pomp, gaan we uit bedrijf nemen. En hoe ga je dat doen? Gewoon door de schakelaar om te zetten. Dan horen we hem aftoeren. Dit was de laatste keer dat hij gelopen heeft. Alle veiligheidsprocedures worden doorlopen om de stroom van de trafo af te schakelen. Zodra dat is gedaan, kunnen de kabels veilig worden doorgeknipt. In delen wordt de oude pomp gedemonteerd en verplaatst naar de dieplader. Als alle oude onderdelen zijn verwijderd, wordt er opgeruimd en schoongemaakt, zodat alles klaar is voor de nieuwe onderdelen. Het is zover. In Bad komen de verschillende pomponderdelen aan. Stuk voor stuk worden ze geplaatst. We gaan het nieuwe pomphuis plaatsen op de fundatie. En dat is deze? Ja. Wat weegt dit nou? Bijna 10 ton. Tijdens de bouw van dit gemaalgebouw in de jaren 70 is ook een hijsconstructie aangelegd. Daarmee zijn toen de eerste pompen geplaatst. Bijna 50 jaar later zijn ze via dezelfde constructie weer verwijderd. En worden de nieuwe pomponderdelen ermee verplaatst en op hun plek gezet. Als laatste wordt de elektromotor geplaatst. Nu de pomponderdelen allemaal geplaatst zijn, wordt er een stijger opgebouwd, zodat de nieuwe kabels kunnen worden gelegd en aangesloten. Om de pomp te voorzien van stroom is een transformator nodig. Deze vormt de speciaal voor dit doel geleverde spanning van 10.000 volt om naar 690 volt. Daarna worden alle veiligheidsprocedures doorlopen en wordt de stroom ingeschakeld. Op dit moment zijn ze de stroom aan het aansluiten op de laatste pomp. En als de stroom erop zit, gaan we een testfase in om te zorgen dat alle hardware en alle software goed op elkaar zijn ingespeeld. En als we die test goed doorstaan hebben, met glans doorstaan, dan gaan we de pomp definitief in gebruik nemen. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta zijn er op 3 locaties in totaal 6 pompen vervangen en 3 pompen bijgeplaatst. En in Roosendaal is er nog een DWA-pomp geplaatst. Met het vervangen van de oude en het plaatsen van de nieuwe pompen is de capaciteit en de bedrijfszekerheid van de AWP vergroot. Dit omvangrijke, multidisciplinaire werk is uitgevoerd door een combinatie van verschillende bedrijven. Ieder zijn eigen specialiteit. GMB is daarbij hoofdaannemer en coördineert het werk. Nou, wat ik mooi vind aan een multidisciplinair werk, zoals wij dat hier hebben gerealiseerd, is dat het echt aankomt op een goede samenwerking tussen de partijen. Dat hebben we ook teruggezien in het werk. We hebben de eerste pomp in Roosendaal vervangen. Toen deden we ongeveer 11 weken over om de pomp van oud naar nieuw te maken. Nu bij de laatste pomp in Bad
zoals die eigenlijk hier staat, hebben we dat gerealiseerd in 6 à 7 weken. En het geluid wat u nu op de achtergrond hoort, dat is dus de 10e pomp die u nu hoort draaien. Met het plaatsen en in gebruik nemen van de 10e pomp is een belangrijk deel van het totale project afgerond. De nieuwe pompen zullen het afvalwater de komende decennia zonder problemen goed transporteren, waardoor het zuiveren van het rioolwater gegarandeerd is. En het gezuiverde water kan worden teruggegeven aan de natuur.